En de sneeuw liggen allemaal nog steeds. Maar op de weg allemaal weg. Oh, wat is het verschrikkelijk koud buiten. Niet normaal. Het is zo'n 0 graden. Ik zag het op mijn telefoon. Net even OV opgeladen voor morgen om 2:30. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Anne Pas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Wat is dit nou? Dat wou ik niet. Maar in ieder geval, ik ga het lekker klaarmaken om lekker wakker te worden. Daar lekker douchen. Maar in ieder geval, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Anne Pas, zoals iedereen weet. En welkom bij een gloednieuwe vlog. En we gaan er leuk wat van maken. Vooral vanmorgen, waar we daarvoor morgen weer over gepraat. We gaan allemaal vandaag zien wat er gaat gebeuren. En blijf hier nog voor kijken. Zo, ik dacht laten we even eruit gaan. En maar even lekker wakker worden. Lekker YouTube kijken. Denk nog livestreamen op Twitch. Dat ga ik ook zo meteen maar doen. En maar in ieder geval eerst even lekker douchen en aankleden. Dus dat ga ik sowieso even doen. Douchen en aankleden. En dan zien we voor de rest wel wat we gaan doen. In ieder geval wel live Twitch. Dat gaan we ook vandaag even doen. Maar eerst even douchen. Laten we dat eerst doen. Zo, even lekker computer opgestart. En wel, laten we nu maar even lekker koffie zetten. Gaia eten geven. En wat licht aanzetten. En even rolgordijn opengooien. En lekker wakker worden. En editen. Dat moet ook allemaal gebeuren. Maar eerst even een kopje pakken natuurlijk. Om lekker koffie te zetten. Lekker radio aangezet. Oh, heerlijk. Lekker gedoucht. Oh, het lekkerste om wakker te worden. Douchen vind ik altijd. Die kan nu wel afwas. En dan ga ik even een lepeltje pakken voor de koffie. En jouw eten geven kan je. Ja. Zo. Ja jongen, komt aan. Zo. Hoppakee. Kan jij het geven? Lief jongen. En dan ga ik zelf even lekker een bakje koffie zetten. En laten we dat maar in ieder geval ook even lekker doen. Pak koffie. Bakje kleur van goeie meer, van geen gezeur. Rolgordijn naar mij even lekker open. En even dadelijk lekker editen. Zo. En de sneeuw liggen allemaal nog steeds. Maar op de weg, allemaal weg. Hé, het ruimt hem nog. Op de weg zijn ze weg. Weinig vol. Even lekker bak koffie. Bakje kleur van goeie meer, van geen gezeur. Zo, die even netjes. Hoppakee. En dan kan ik lekker hem zetten. Pak ik een blok koffie. En dan lekker wakker worden maar. Zo, smart gepakt. Die doe ik even lekker om. En als je kijkt naar buiten is het echt wel heel koud. Ja, buiten is koud. Kan ik niet al vertellen. Maar lekker smart om doen. En lekker editen. Laten we het ook maar even doen. Smart aanzetten. Ja, koffie aan en lekker wachten en dan ga ik lekker editen maar. Dan haal ik maar als eerst even een bak koffie. Als het klaar is natuurlijk zit ik toevallig even dingen alvast klaar te zetten op de computer. Zo, even kijken hoor. Ik heb iets. Ik ben niet blij. Zo, deze zocht ik. Zo. Hoppakee, ik kan jullie neerzetten. Ik ben nog iets kwijt. Even kijken waar ik die heb gelaten. Even zoeken hoor. Die zocht ik, ja. Deze. Voor de kopje op te zetten. Zo.
Hoppakee. En ik hoorde al mijn koffie klaar is. Dan ga ik even die maar goed maken. Ga ik editen. Daarna afwas. Dan naar de was. Moet ook allemaal gebeuren. Oh, ik heb wel best wel druk vandaag. En water is op. Ook fijn. Nee, eigenlijk niet. Even mijn koffie zetten. Zo. Hoppa. Hoppakee. Die heb ik gedaan. Die pakken maar. Hoppakee. En dan is het morgen zover. De klassieker. En voor jullie is natuurlijk nou maandag. En is, nee, dinsdag. En is de klassieker al geweest. Maar ik moet het nog beleven. Jullie weten de uitslag al natuurlijk. Ik nog niet. Oh. Ik ben wel benieuwd. Wat gaat worden. Morgen. Maar ja, voor jullie is het al geweest. Als jullie nu kijken deze vlog. In ieder geval ga ik nu even lekker editen. Laten we dat ook maar even lekker doen. Zo. En dan ga ik maar editen. En dan zien we voor de rest wel wat we gaan doen. Ja, afwas en de was. Zo, en dan ben ik al bijna klaar met editen. Maar wat ik nu ga doen is eigenlijk even de afwas. Ik moet toch sowieso wachten. Want ik wil eigenlijk de beelden nog van Minecraft erop gooien. En dan ben ik klaar. Wat ik nu ga doen is even afwas en de was doen. Dus dat gaan we nu doen. Was lekker opgevouwen. Dit tijdje kan jij weer te mouwen omdat ik camera in mijn handen heb. Kom jij eens even dan hier, jongen. Kom eens hier. Kom eens hier. Kijk hem staan dan. Kom eens. Ja, kom maar. Oh, ben je te rekken? Ja. Ja, je bent een lieverd. Oh, die ligt de hele dag op daar zo op de bank, daar in die hoekje te liggen. Hé, jongen. Lach jij lekker daar zo, hè? Hé, hey, kom eens.
Kom eens bij je grote vriend, jongen. Hé. Hey. Maar heerlijk. Even de was gedaan. Kom jij eens even goed bij je grote vriend, jongen. Hé. Hey. Hé. Hey. Poef? Ben je mijn grote vriend? Oh, dat jongetje toch. Oh, grote vriend van me. Mijn grote vriend van me. Hé. Hey. Mijn grote vriend. Ja, hij moet binnenkort ook nog even naar de dierenarts. Hé? Gecontroleerd worden, hè? Hé, hey, jongen? Moet ook keren binnenkort gebeuren, hè? Ja, dat moet ook in binnenkort gebeuren. Ja. Hè? Ja. Zo, hopke. Hé? Boef? Oh, wat doe je nou? Wat doe je nou? Wat doe je nou allemaal, jongen? Ah, en toen was hij weg. Maar wat ik ga doen is even lekker relaxen. Ik zit even Wie is de Mol eigenlijk terugkijken. Ik had vorige week niet gekeken, maar ik hoop dat het lukt. Dat ik vanavond wel kan volgen, maar we gaan het zien. In ieder geval, ik ga ook even naar de supermarkt. Even wat dingen halen. En wat is, doe ik snel even achter de scherm. Doe ik ze even snel, want anders duurt het alleen maar langer. Maar wat ik ook in de tussentijd ga doen, is even relaxen. En wat ik eigenlijk ook wil delen met jullie is dat ik beelden zag van Feyenoord weer. Maar ik was helemaal vergeten dat er was. De laatste training van Feyenoord. En ik had de beelden gezien. Ik dacht, weet je, ik zag iemand ook gefilmd heb. Vraag, stuur me even, zou je privé via app kunnen sturen? Nou, gedaan. En wie is Ruan? En ik wil in ieder geval dik shout-out geven. Volg me even op Instagram, Ruan. En dan ga je nu de beelden zien. Aan het begin van het seizoen namen wij besluit. Wij gaan die schade het jaar echt pakken, dat zei Dirk uit. Dus hij nam de ploeg op sleeptouw en knokte elke wedstrijd mee. Zie nu waarom, staan met de schaal op het balkon. De nummer 1, ja dat zijn wij. We hebben ervoor moeten vechten, maar wat zijn we blij. Alles hebben we verlaten, alles hebben we gedaan. Daarom zingen we nu samen wat we hier met dus gaan staan. De nummer 1 van Nederland. Kijk maar naar het linkerrijtje, kijk maar naar de stand. Het is veel te lang geleden dat we dit weer konden doen. Maar we zijn gewoon de beste, ja we zijn de kampioen. Dus zingen wij nu allemaal. Het legioen heeft ons gesteund, dat is echt niet meer normaal. Als het achter ons staan, overal heen meegegaan. Dankzij jullie kunnen wij nu op de koolsingel staan. Hier in Rotterdam vieren wij het grootste feest. Maar onze trainer Giovanni danken wij het meest. Samen is hij met zijn staf en de mensen om zich heen. Keihard met het team gaan werken, hand in hand is nooit alleen. De nummer 1, ja dat zijn wij. We hebben er hard voor gevochten, maar wat zijn we blij. Alles hebben we gelaten, alles hebben we gedaan. Daarom zingen we nu samen omdat we hier met de schaal staan. De nummer 1 van Nederland. Kijk maar naar het linkerrijtje, kijk maar naar de stand. Het is veel te lang geleden dat we dit weer konden doen. Maar nu zijn we echt de beste, ja we zijn de kampioen. Dus zingen wij nu allemaal. Het legioen bedankt voor alles. Dat was dus de beelden van de laatste training van de klassieker. Oh, wat ben ik zo benieuwd naar, hè. Feyenoord, Ajax. Wie gaat er winnen? We gaan het zien. Morgen om 2:30. Ik ben erbij. Dus jullie gaan allemaal meemaken ook. Tussentijd ga ik even lekker hier zo'n bot terugkijken. Met een lekker bak koffie. Die eigenlijk wel op is, zie ik. Maar dan ga ik, voordat ik even terug ga kijken, eerst even snel naar de supermarkt. Laten we dat nu doen. Oh, wat is het verschrikkelijk koud buiten. Niet normaal. Het is zo'n 0 graden. Ik zag het op mijn telefoon. Oh mijn god. Echt, mijn nippel in de kou. Oh,
Dan heb ik eigenlijk nu een beetje spijt om eigenlijk naar de winkel toe te gaan. Maar ja, ik moet even wat dingen halen. Dus dat heb ik wat nodig. Maar ja, als je een boodschap moet doen, moet je het gewoon gebeuren. Ja, ik kan ook bestellen. Maar 1, het kost veel geld. Want je gaat ook centkosten betalen. Kost je ook heel veel geld. Dus ik dacht, weet je, ik loop gewoon even heen. En ik kan niet uitstellen. Dus laten we maar even lekker heen gaan. En dan lekker wat dingen halen. Wat snackies. En ja, gewoon even wat snackies. Niet zoveel. Wat ik ook denk vast ga doen, is mijn OV opladen. Voor morgen natuurlijk. Want morgen is de klassieke Feyenoord Ajax. Ik ben zo benieuwd. Ik zag ineens op mijn Discord. Ik heb voor mensen die me niet volgen op Discord. Volg me even op Discord. Hier zie je hier de link in de beschrijving. Als ik niet vergeet. En dan gaan we nu even naar de supermarkt. En dan ga ik daarna even mijn OV opladen. En dan ja, zien we wel wat we gaan doen vandaag. In ieder geval, het is wel heel mis, hè. Het is heel erg koud. Laten we snel maar naar de supermarkt gaan. Boodschap is ook weer gebeurd. Maar wat ik ook nu ga doen, is even lekker nu richting huis toe. Net even OV opgeladen voor morgen om 2:30. Wat gaat beginnen? Oh, kan ik niet wachten. Dan ik even denk met Gio over heb met een paar mensen die ook naar Feyenoord gaan. Hoe laat die vertrekken namelijk? Want ik heb nog geen idee hoe laat ze de kant op gaan. Maar ik denk maar voor 2:30. Ik denk eerder zelf nog. Want het is natuurlijk al klassieke en dan wil iedereen vroeg mogelijk bij zijn. En dan wil ik natuurlijk ook wel heel vroeg bij zijn dan de bus. En dan wordt dat nagefloten en misschien dat wat anders gaat gebeuren. Ik ben helemaal benieuwd hoe alles gaat lopen eigenlijk deze wedstrijd. Het is in de coronatijd al 2 jaar niet voor mij klassieker geweest met supporters. Dus ik ben benieuwd hoe het eigenlijk allemaal aanpakt. En er wordt al erg waarschuwing gegeven dat politie alles op alles aandoet om dat het goed loopt allemaal. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd. We gaan het allemaal zien. Ik ben benieuwd en zenuwachtig. Dus we gaan het zien. Oh, heerlijk. Ineens lekker warm. Oh, daar ben ik er blij mee. Lekker warm. Maar ik zat buiten te kijken. Ik weet niet of het nu ook nog te zien is. Maar ik zat letterlijk buiten te kijken. Maar het is gewoon heftige mist. Gewoon letterlijk heel erg. Ik weet niet of het te zien is buiten als ik hier kijk. Ja, het is te zien. Kijk maar, moet je kijken, dames en heren. Hoppakee. Dit is uitzicht. Hier is bijna helemaal niks. Helemaal niks. Echt zo apart. Maar ik ga even laten zien wat ik gehaald heb voor snackies. Dus dan ga ik even een tas pakken. Kijk op de aanrecht neer. Zo. Hoppakee. Dan gaan we laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Het is eigenlijk snacks. Ik weet het niet zien goed. Maar het is wel lekker. Chips. M&M's. Geen reclame. En ijskoffie. Ook even lekker. Zo, wat ik altijd dan doe, is tas ergens neerleggen. Wachten. En dan gaan we even de spullen even in de koelkast zetten, de kast leggen. Hoppakee. En dan even lekker van ijskoffie genieten. En lekker relaxen achter de computer. En lekker YouTube kijken bij. Laten we dat maar even lekker doen. Nee, niet YouTube kijken. Maar eigenlijk sowieso even schoenen uit doen, trouwens. Oh ja, we moeten even lekker gaan sloffen. Dat is ook even lekker, namelijk. Maar even mijn computer soort van wakker maken. Met de muis te bewegen. Hoppakee, die zet aan. En dan ga ik even Wie is de Mol even nog terugkijken. En dan ga ik daar stemmen wie ik verdenk Wie is de Mol. Dus en er zijn weer mensen bijgekomen, gezellig. Wauw. Hoppakee, gezellig komen mensen bij. Maar ja, in de Discord bedoel ik. Maar ja, we gaan even Wie is de Mol terugkijken. Dus laten we dat maar even doen. Dus Wie is de Mol? Even lekker kijken. En dan is het tijd om Gaia in te geven. Ik zit lekker. Zal ik even Wie is de Mol terug te kijken. En ben ik wel benieuwd
wie jullie verdenken. Ik vind het lastig. Ik had er eentje in de gedachte, maar die is eruit. Tenminste, zijn nu natuurlijk twee eruit, maar ik heb één verdachte. Ik verdenk Jure, maar ook nog andere, maar ik weet even haar naam niet. Het is een zij en een hij. Dus, maar wat ik nu ga doen, is even Ganja eten geven. Die zit er mouwen om eten. Dus laten we dat ook maar even doen. Maar voordat we dat even gaan doen, zit ik nou ineens ook random dingen te bedenken. Laten we die even op hem aanzetten. Dan kan je hem beter zien. Oh, maar ik dadelijk even nog een keer kijken. Misschien later even terugkijken wie is de mol. Maar even kan je eten geven. Hé hey, jongen, jij wil eten, hè? Hè? Toch? Ja. Mooi. Zo, ik ga jou eten geven. Ja, komt eraan, jongen. Ja, ja. Even geduld. Wat ik ga zo meteen eten, dus nog, ga ik nog even bedenken. Ik denk shawarma met wraps en sla. Haar in mijn mond. Dus dat, misschien dat ik dat ga eten. Maar ik heb hier nog wel eten op datum neergezet. Dus ik ga even kijken wat er eerst bovenop ligt. Dan kan ik even kijken wat ik ga eten van dadelijk. En net alles opgeruimd. Lekker was gedaan. Oh, ik heb best wel veel dingen gedaan eigenlijk vandaag. Was, afwas, boodschappen en... Dat was het eigenlijk. Maar ik ben benieuwd of het nog steeds heel erg mistig is. Maar wat ik ook benieuwd, laten we ook maar even weten in een reactie wat jullie denken wie de mol is. Dus ik ben wel benieuwd naar... Wow! Is het nou heftiger of lijkt het maar zo? Volgens mij is het wel heftiger. Of lijkt het maar zo? Zo erg mistig, niet normaal. Volgens mij, als ik goed reken, hoeft nu toe geen mislampen. Als ik goed heb. Want ik heb 50. Ja, nee, jij hebt nog goed zicht. Dat is de denk ik voor mij, als ik goed zeg, dat mislampen nog niet hoeven. Al heb ik eigenlijk een tijdje niet meer gerijlest enzovoort enzovoort. Dat ga ik jullie helemaal uitleggen. En dat zit zo. Er is heel veel aan de gang met mijn werk. En dat kost energie bij mij. En ik heb niet die energie meer om dan nog bij te leren. Want ja, jullie weten het. Maar ik ga niet hele details vertellen hoe en wat. Het enige wat jullie mogen weten is dat het niet lekker loopt op mijn werk. En dat ik echt wel doorheen zit. Dat is het enige wat ik er nog ook bij ga zeggen. En... dat heel veel energie van mij kost om eigenlijk nog erbij te leren. En ik heb er gewoon geen energie meer voor. Dus vandaar een tijdje dat ik een soort van mezelf een tijdje een pauze heb. En dat is het enige wat ik kan vertellen. En dat wil ik gewoon even gezegd hebben. Ik vind het één gewoon jammer. En ja, ik kan niks anders bij zeggen. En... dat is het enige. En ik ga dit ook sowieso melden bij mijn werk. Kijken wat hij op zegt. Ik ben benieuwd. Hele gesprek. Ik ga niet details vertellen hoe die persoon is. Want dat vind ik niet netjes. Vooral niet op YouTube. En dat wil ik gewoon lekker voor mezelf houden. En met hem. En ik ben niet zo'n type die negatief juist wil overkomen. Maar... ik ben niet zo'n negatief type, maar als ik echt negatief is, dan is het gewoon echt wel heel erg dat iets niet goed gaat. Dat kan ik je wel vertellen. En ik ben altijd zo'n type die positief blijft, die ook probeert te bedenken. Beide kanten, zoals goede dingen en de slechte dingen, bij elkaar. En dan een soort van mix ervan. En... ik accepteer sowieso altijd iedereen en iedereen heeft mijn personen, ja, die mag ik niet, nog niet. Dat is iedereen eigen keuze natuurlijk. Maar ik ben dan wel zo'n type, als ik niet mag, ik doe altijd normaal. Of als ik diegene apart vind, dan ga ik altijd zeggen, gewoon alleen zo. Dan ben ik zo'n persoon die sowieso wel altijd wel gedag zeg. Oh, als ik dat niet zou doen, dan mag ik die persoon sowieso niet. Of er zit bij mij in...
dat ik eigenlijk verlegen ben. Dat zit er ook nog tussen. Dus dat is het enige wat ik kan vertellen. Ik ben sowieso zo'n type die snel onzeker is en stil is. Maar als ik niet stil ben, als ik stil ben, ben ik eerst een beetje zo'n type die wel eigenlijk altijd een beetje toekijkt hoe die doet tegen mij. En dat is sowieso mijn onzekerheid, dat ik altijd snel het gevoel heb dat mensen mij niet mogen. En ik denk dat sowieso type is een beperking. Mensen, dat, nou, ik denk dat het algemeen wel is, maar dat heel veel voorkomt bij mensen met beperking. Dat wou ik sowieso ook zeggen. Er komt zo, heel veel dingen kun je natuurlijk, is altijd bij elke persoon wel iets. Iemand is daar onzeker over, dat bedoel ik te zeggen. Maar mensen zijn, denken met beperking zijn sneller negatief. Onzeker dan normale mensen, om zo te zeggen. En ja, wat kan ik erbij zeggen? Dus ja, dat in ieder geval. Dat is wat ik even kwijt wil. En ik heb tot nu toe niet verder bij toe te voegen. Ik heb het al zo'n gesprek dan met mijn moeder. En dat vind ik altijd grappig dat ze dat zegt. Zegt ze altijd, ik heb het niet verder te liegen. En toen de eerste keer dat ze dat zei, hè? Zeg jij nou te liegen? Ik dacht echt, oké. Maar ik vond het wel grappig dat mijn moeder dat ineens zei. Ik heb niet verder te liegen. Maar ja, wat ik nu ga doen is even YouTube verder kijken. Van Enzo. En ben je nog niet in mijn Discord? Kijk hier beneden in de beschrijving. Zie je mijn Discord. Kom gezellig erbij. En wie weet kunnen wij samen gamen. Dat we even een game opnemen. Wie wat. Maar in ieder geval nu lekker YouTube kijken. En dan ga ik lekker mijn eten. Zo, ik heb het haar aan mijn mond. Eten warm maken. Doe ik vast deze ook aan. Ga ik alleen wat dingen aan de kant zetten. Zoals deze bakje. Deze lucht. Zonnebloemolie hoeft niet. Die hoeft ook niet. Deze mag wel aan de kant. En deze ook. En dan ga ik lekker pan. Zo. Pan pakken. Deze. Die heb ik nodig. En gaan we lekker shawarma. Maar lekker warm maken, denk ik. Wacht, ik zeg het wel. Maar dadelijk zit die niet in. Daar bovenop. Ja, die staat wel bovenop. Kijk. Even kijken tussentijd wat voor eten ik allemaal heb. Van de datum 22-1. Dit is 4-2. En dit is 5-2. Dus dat gaat zo. Zo. En dan gaat het zwarmen eerst. Dat is nou voor mij de 21ste. En 22. Nee, wacht. Ik kan nog even in de koelkast liggen. Want ik moet toch eerst zo. Warmen. Even kijken. Dan gaat die sowieso aan. Zo, ja, ik zit te kijken. En ik weet niet of jullie ook zien, maar volgens mij is dit dingetje kapot. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Helemaal daar. Hier. Volgens mij is hij kapot. Ik weet niet of jullie goed kunnen zien. Maar dat is helemaal kapot. Het lampje is helemaal daar. Kijk, als jullie goed kijken, zit die lampje heel apart. Zo vreemd eigenlijk als ik zo zit te kijken. En ik vraag af hoe kan dat. Maar maakt ook niet meer uit. Maar ik zie het wel. Dat hij kapot is. Nou. Het is hoe het is. Doe ik alleen even zo. En doe ik even zo. Op 3. En dan ga ik even boter doen. En dan ga ik boter even snijden. Dit stukje boter erin. Ja, deze stukje. Zo. En dan gaat deze weer dicht. En dan gaat hij weer in de koelkast. Hoppakee. En dan gaat hij dicht. En dan ga ik lekker maar wachten tot hij warm is. Dan ga ik lekker shawarma maken. En dan lekker eten. En tussentijd dat hij dat allemaal bezig is, ga ik even lekker YouTube kijken. Laten we dat maar even lekker doen.
Hoppa, en dan heb ik lekker eten gemaakt. Lekker wraps met sla en shawarma. Oh, dat is zo lekker. Echt, ik heb die tip gekregen van mijn collega. Ik weet niet meer wie het van elkaar was. Maar het is zo lekker om dit te eten. En die ga ik lekker maar even opeten. En dan doe ik meestal wraps nog even in de magnetron. En dan ja, shawarma opwarmen. Sla erop gooien. En dan knoflook erbij. En dan zo heerlijk. Tip. Probeer het een keer. Ik zeg niet dat ik gelijk... Dat ze niet goed eten, maar... Het is ook even een keer... Af en toe mag ik zelf eens een keer verwennen. En dat doe ik nu ook. In ieder geval, ik ga lekker YouTube kijken. Daarna klaarmaken om live te gaan op Twitch. Dus wil je gaan kijken... Of welk, ik ga vast wel zeggen... Welke dagen live ga. Dus vrijdag en zaterdag. Dus... Ga ik gewoon standaard dagen is van. Ja, 8 uur ben ik sowieso helemaal live. Ik heb een soort van altijd teller aan staan. En dat is een kwartiertje, dus 15 minuten. En dan ben ik live. Dus digitaal, voor mij is wel even handig om uit te zeggen, is 19:45 ben ik live te zien op Twitch. Dus kom een keer gezellig. Vrijdag en zaterdag. Dus kom een gezellig kijken. En ik ga nu lekker eten. En daarna live. Zo, en dan is ineens heb ik iets stoms gedaan. En zo stom. Ik heb hem hier nog liggen. Ik heb letterlijk de kabel van mijn microfoon al kapot getrokken. Oh mijn god. Zo stom. Maar ja, die ga ik nu even lekker even nieuw halen. En dan heb ik ook weer een nieuwe microfoon. En ga ik nu even toevallig lekker live op Twitch. Op Instagram. Dus kom er gezellig bij. Dan ga ik nu maar even lekker ook een vlog bij afschrijven. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Het zou tof zijn als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers. Gewoon een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik je bij later. Yo, dag maat. Even lekker scheren. Dat heb ik ook net lekker gedaan. En daardoor heb ik even maar een start gedaan. En dan zag ik opeens een melding van mijn telefoon.